Dit oude en vervallen fort in Heerewaarde moet volgens de gemeente Maasdriel nodig opgeknapt worden. In samenwerking met Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer willen ze weer een echte toeristische trekpleister van maken. Maar die oude ruïnes, die moet je toch juist in hun waarde laten? Ja, nou, dat is eigenlijk heel goed. Ik vind de oude stad vond ik ook mooi, maar wat ze nu gaan doen, ja, heeft ook al wat. Het is toch wel belangrijk, het is een deel van de lokale geschiedenis. Voordat het fort opgeknapt wordt, wordt er eerst gekeken of er nog bommen in de grond liggen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is hier namelijk hard gevochten. Daarom kan het zijn dat er nog zogenaamde blindgangers liggen. Maar is het fort dan eigenlijk wel veilig? Ja, zolang men niet in de grond gaat graven, komt men die dingen ook niet tegen en is het dus veilig. De dingen liggen, die blindgangers, die granaten, liggen niet aan de oppervlakte. Nieuw Fort Sint-Andries is dus gelukkig geen mijnenveld. Maar hoe vind je de bommen nou als ze zo diep in de grond liggen? Eigenlijk gebaseerd op aardmagnetische verstoringen meten wij of dat er metaal in de grond zit. En dan gaan wij kijken of dat het daadwerkelijk een blindganger is. Maar het kan voor hetzelfde geld ook gewoon iets heel anders zijn. Het zoeken naar de explosieven gaat nog 3 weken duren.